Hoi. Hey. Ja, van harte welkom in Donner. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om helemaal naar ons toe te komen. Met de Intercity is het niet zo'n... Sorry? Niet zoveel tijd. Maar dat was te overzien. Oké, gelukkig. Hey, gefeliciteerd met je debuut. Dankjewel. Ik vond hem super tof. En toen ik dit interview aan het voorbereiden was, toen ging ik weer een beetje doorheen bladeren. En toen had ik hem opeens gewoon nog een keer gelezen. Dus ik lees het echt heerlijk weg. En dat is eigenlijk gelijk mijn eerste vraag. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, dat het zo lekker wegleest? Wat is je schrijfproces? ja, goede vraag. Ik denk, ik heb in ieder geval met name tijdens gewoon het schrijven van de eerste versie best wel eigenlijk uitsluitend in heel korte sprints geschreven. Je hebt soms schrijvers die echt 5 uur op een dag zwoegen achter Word om een bepaalde woordenaantal te halen en zo. Ik ben daarin niet zo, ben tamelijk mild voor mezelf geweest daarin, dat ik gewoon, ik heb vaak 1 uur per dag geschreven, soms 2 uur. Omdat er inderdaad, ja, als het goed is, was mijn bedoeling hier van bepaalde energie in het boek te stoppen die ik niet 5 uur lang, 4 uur lang schrijvend op kan brengen. Dus wat dat betreft werkte ik liever in korte spurts. En ik heb ook wel, voordat ik het echte, want ik denk het schrijven van het boek, van de eerste versie althans, kost een 1/2 jaar, maar daarvoor hebben we enorm veel aangekloot. Dus ik had wel al heel veel, inhoudelijk zat het er wel al, waardoor ik denk ik me op dat moment alleen nog gewoon moest richten op de juiste toon en stijl. Ja. Zo ongeveer. Ja, oké. Okay. En het taalgebruik van je, dus geef Pauline Cornelis nog een leuk stukje over. Ik weet niet of je dat ja, hebt gezien. Ja, zeker gezien, ja. Ben je daar bewust van? Of is dat gewoon hoe je praat en denkt? Pauline Cornelis heeft het dan over de... Ja, dat jij woorden, dat ouderwetse woorden gebruikt als bespottelijk, maar als jij ze gebruikt, zijn ze opeens weer hip en fris. Ja, het over dat bespottelijk... Heb ik niet zo'n. Ik ben niet zo'n bewuste heropleving van bespottelijk achterna gegaan bij mijn boek. Ik hoorde van weer een vriendin van mijn moeder dat mijn moeder dat blijkbaar heel vaak zei. Dus misschien dat ik dat onbewust zo heb ingezet. En je hebt natuurlijk wel dat ik heel veel. Een beetje van die stopwoordjes van snap je, weet je wel. Dat soort dingen waar ik op een gegeven moment ook wel een beetje van langs heb gekregen van mijn redacteur dat er wel. Erg veel in zat op een gegeven moment. Dat is, het is er ook ingeslopen, maar dat was het denk ik uiteindelijk net een iets bewuster trucje. Maar waar Pauline het over heeft met bespottelijk en zalig en nee, dat was voor mij, dus het is eigenlijk wel leuk dat iemand dat dan ziet. Maar, ja, en ze had er ook van gesmuld, had ik begrepen. Ja, ze was enthousiast. Ja. Een deel van je debuut, het was al een keer in december verschenen en dat was toen al goed ontvangen en daardoor waren verwachtingen misschien best wel hoog van je boek. Mm-hmm. Hoe vond je dat om tijdens het schrijven al zo'n verwachting te moeten waarmaken? Ja, aan de andere kant, kijk, december was op zich, er waren 2 leuke stukjes over geschreven. Het was ook niet, ik bedoel... Voor jezelf voelt het dan misschien alsof de hele wereld meekijkt, maar dat valt natuurlijk, dat zijn ook maar 2 recensenten. Nou ja. Goede vraag. Ik heb in eerste instantie wel behoorlijk geworsteld, maar ja, het is altijd lastig, want ik denk dat ik zelf ook een tamelijk hoge verwachting had. Die komen natuurlijk ook wel weer ergens vandaan. Maar goed, het klopt dat ik in de eerste instantie wel daar, ja, dat was nogal lastig. En op een gegeven moment, toen, er was een vrij helder moment. Ik weet niet of dit een helder verhaal wordt, maar voortdurend schreef ik. Ik dacht, het is niet goed genoeg, het wordt niks. En toen kwam de lockdown. En ik werkte dus toen nog meer, maar nu nog steeds ook wel als bijbaantje, als pizzabakker in een pizzeria. En dat is heel erg druk geweest, omdat wij waren een van de weinige... ik weet niet of waar dit eindigt. Maar
dat ontzettend druk geweest. Wij waren een van de weinige restaurants die open waren voor to go. Yeah. En het was zo druk dat we waren min of meer van geplunderd. En de zij moest huilen aan het eind. Ze stond huilend salade te snijden, want de salade op was. En ik lag op de grond. Ik moest ook huilen. En toen dacht ik, waarom ben ik nou zo aangeslagen? Toen dacht ik, omdat ik gewoon... Het voelde alsof... Het is een beetje overdreven, dramatisch. Maar het voelde wel alsof dat baantje het enige echt vaste was. Toen dacht ik... Ik weet niet precies waarom, maar dat was het moment dat ik dacht, nou godverdomme. Zeg maar, de drukte zo zwaar op me. Ik voortdurend dacht... Dat boek is eigenlijk, of dat boekcontract is mijn bestaansrecht, maar ik doe het maar niet. En toen dacht ik, ja, maar ik kan ook niet maar blijven steunen op mijn bestaan als pizzabakker. En toen daar dus in tranen op de grond dacht ik, fuck het. Ik schrijf het gewoon en dan zien we wel wat de kwaliteit wordt. En toen, de eerste aanzet, dat was ook gewoon allemaal niet per se denderend goed. Maar ik ben nog steeds ontzettend blij dat ik toen... door heb kunnen schrijven, ondanks dat ik het ook matig vond aan het begin. Mm-hmm. En inderdaad die verwachtingen ietsje meer kon loslaten. Dit is een verhaal over salami. En... Ja, het is toch geland. Ja. En het beeld van allemaal pizza bakkers die huilend op de grond liggen. Ja. Dat vind ik wel mooi. Maar je zei volgens mij ook in Brommer op Zee dat je nu... even niet zo goed weten wat voor boek je eigenlijk hebt geschreven. En dat je die vraag ook even niet, niet over na wilt denken. Nou ja, goed. Ik had dat dus ook wel bij de sampler, bij dat verhaal. Dat ik was daar toen heel tevreden mee. Vervolgens komt het uit en voel je hoe het... Ja, het voor het oprapen ligt en iedereen iets over kan zeggen. En toen werd ik ontzettend onzeker over. En vervolgens... daalde dat weer in, maar ook wel met dank aan goede reacties toen. En nu, ja, is het vergrootglas waaronder je ligt toch nog wat groter. Ja. Ik voel wel op zich wel een bepaalde tevredenheid, maar gelukkig voel ik eigenlijk ook wel... bij Brommer op Zee zei ik helemaal van, ik weet niet wat voor boek ik heb geschreven, pas over een paar jaar weet ik dat, maar natuurlijk... sta ik wel een beetje in contact met wat ik gedaan heb. Maar ik ben eigenlijk vooral blij ook over het feit dat ik... ik weet dat toen ik dat korte verhaal schreef, dat ik echt dacht... oh, maar misschien was dit wat ik kon. Was dit mijn piek of zo. Ja, terwijl nu heb ik het gehad. Mijn pizza's maken. Ja. Maar nu... ik moet ook soms voorlezen of iets en dan zie ik het weer. En dan denk ik, ik ben met bepaalde delen blij. Maar volgens mij... kan het ook nog beter of zo. Dus dat is denk ik een geruststellend idee. Ja. Ik denk dat het nog stijlvaster kan. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. En tijdens Brommer op Zee kreeg ik ferme kritiek over dat ik niet een klassiek verhaal zou kunnen opbouwen. Ik weet of je het gezien ja, hebt. Ja, ik heb het gezien. Die vrouw uit die... Ja. 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 Ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Maar goed, dat is... Nee, ja. Henny kan het hebben, dat we hier kritiek op haar hebben. Ja. Nee, ik weet ook niet zeker of dat een aspect is waar ik enorm aan ga zitten schaven, maar... Dat hoeft helemaal niet. Nee. Maar goed, ja, op het algemeen zijn de recensies behoorlijk lovend, geloof ik. Ja. En dat is te gek, maar nu vindt iedereen opeens iets van jou en van je nogal persoonlijke verhaal. Mm-hmm. Vind je dat... Hoe vind je dat? Ik moet zeggen dat ik had het eigenlijk vervelender verwacht. Of ik dacht, er gaan toch wel eens een keer vervelende types in mijn inbox opduiken over of iets met homoseksualiteit of transgender thema. Maar dat, of die verzamelen zich nu allemaal en dan komen ze als collectief naar mij toe op een gegeven moment. Maar ik moet zeggen dat ik... Wat, zeg maar, dus echt expliciet vervelende reacties heb ik niet gehad. En dan blijf je inderdaad over met dat gewoon dat je verhaal een beetje op straat ligt. Mm-hmm. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb nooit zoveel moeite gehad met dat dit boek heel persoonlijk is. Omdat ik denk, uiteindelijk, iedereen heeft een bepaald verhaal. En de reden, ja, als je het zo goed mogelijk opschrijft, dan kan je jezelf natuurlijk toch ook
enigszins beschermen door stijl. Zo, dat je in ieder geval, ik ben gewoon bezig niet met wat er exact met mij is gebeurd, maar staat het er goed? Ja. En dat is voor mij, dat geeft een soort veiligheid. Dus ik vind het lastiger in interviews waarin je niet meer die controle hebt over de manier waarop het er staat. Dan gaat het inderdaad gewoon over of ik al dan niet bij de genderpoli van een ziekenhuis loop. En dan ja, word ik en soms ja, voel ik de vraag van hoe interessant is dit voor iedereen? Ja, ik begrijp op zich wel kunstenaars, of het nou filmmakers zijn of schrijvers of wat dan ook, die geen interviews geven. Omdat ik begrijp wel op zich het vertrekpunt van dat het enige wat je wil zeggen, dat je dat in de vorm van je eigen stijl wil zeggen. En dat het, wanneer je dat niet meer hebt, het maar een beetje als geneuzel over jezelf voelt. Maar goed, ik zit nu een interview te geven. Dus... Ja, over dat geneuzel gesproken. Mm-hmm. Uit je boek maak ik op dat je best wel wars bent van intellectueel geneuzel. Ja, en, wat dan? En toch heb je het voor elkaar gekregen om een studie filosofie af te ronden. Ja, maar ik loop natuurlijk iedereen een beetje te plagen in mijn boek. Of er zijn hartstikke veel docenten en vakken en dingen die ik... Ik heb natuurlijk ook een bepaalde concentratie op het negatieve, yeah, of het flauwe in het boek. Yeah. Nee, sterker nog, ik heb mijn bachelor gedaan, maar ik wil eigenlijk, ik heb een soort van 5-jaren-plan voor mezelf opgesteld, waarbij ik nu het liefst nog een boek schrijf en dan daarna zou ik nog mijn master, yeah, willen doen. Dus ik heb absoluut geen geen echt vervelende bijsmaak bij die studie of zo. Nee. Of nasmaak. Ja, yeah. En die boeken vond je ook om doorheen te komen? Ja, of althans, kijk, ik denk dat ik in mijn boek een beetje kritiek heb op de manier waarop het curriculum is opgebouwd, ja, en waarop er, ja, naar intellect en genialiteit gekeken wordt, ja, zeg maar. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk heel toffe dingen ook van witte heteroseksuele mannen gelezen heb. Soms zijn ze komt het leuks. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, en zo zijn dit volgens jouw boek dus ook heel veel. Is er heel veel klassiekers, heel veel literatuur waar je een beetje van in slaap valt? En wat zijn er nou een paar waar je nou echt niet van in slaap valt? Nou, om te beginnen doe ik in het boek The Catcher in the Rye niet heb gelezen, of althans dat ik niet verder ben gekomen, ja, dan de eerste pagina, maar dat is natuurlijk een beetje gelogen. Ja. Dat vind ik wel een heel erg mooi en bijzonder boek. Ja, ja, die wordt ook te pas en te onpas aangehaald als het over jouw boek gaat. Ja, klopt. Wat ik op zich wel leuk vind. Soms hoor ik ook weer van mensen, ja, waarom moeten, nou, dat dan, nou ja, goed, het zou het weer met mannen worden vergeleken, maar goed, daar heb ik nog niet helemaal een uitgekristalliseerd idee over. Wat me in ieder geval opvalt, is vaak mensen het over die, dat ik Jan Kramer begin, terwijl ik oprecht het hele boek nog nooit heb gelezen, maar weet je dat die met een motor op de voorkant staat? Ja, maar veel verder dan dat kom ik ook niet hoor. Nee, oké. Okay. Nee, maar klassiek is, ja, Is dit een mens van Primo Levi, vind ik bijvoorbeeld een heel mooi boek. Portret van een jonge man van Coetzé is niet misschien echt een klassieker, maar Coetzé is toch wel een grote jongen. Ja, The Argonauts van Maggie Nelson, dat is ook misschien een relatief nieuwe klassieker, maar dat is, ik weet niet of je dat hebt gelezen. Nee. Het gaat eruit. dat vind ik een ontzettend mooi boek. Althans, die doet iets. Er zou Henny uit de leesclub van Brommer op Zee niet blij mee zijn. Maar dat, ik vind, die heeft toch echt een eigen invulling weten te geven van... bedoel, die wijkt niet alleen af van een soort normale vertelstructuur, maar heeft... Want het gaat ook veel over gender en over een soort van het je onttrekken aan een soort binair denken. Maar die heeft dat ook nog eens opgeschreven in een stijl die dat onderstreept. Die ook gewoon ontzettend queer is in een bepaalde zin. Dus dat zijn wel
dat is wel een schrijver van ik denk, nou, daar heb ik nog genoeg van op te steken. Mm-hmm. Dus ik denk dat, kijk, mijn boek raakt wel aan bepaalde queere thema's, maar het is wel op een manier opgeschreven waarop, denk ik... Het is altijd zijdelings, het gaat... Je schrijft natuurlijk heel ongedwongen en het zit er ergens ingeweven, maar het is... Ja, maar ik denk wel dat ik ook op een bepaalde manier nog steeds wel erg tegemoet kom aan een bepaalde... ik vertrek nog wel vanuit die hokjes of zo. Het lijkt mij, als ik er zeg maar aan toe ben, of als ik denk als schrijver ontwikkeld genoeg ben, zou ik ook het ietsje experimenteler willen opzoeken. Ja, wel ik zelf wel grappen maken over de term experimenteel in mijn boek. Ja, dat vond ik ook een hele rake observatie. Dit boek gaat over een periode van ongeveer je 17e tot je 23e. Ja. En wanneer ben je dan precies begonnen met schrijven eraan? Aan dit verhaal? Ja. Even nadenken. Ik denk dat ik, 24, dat ik ben gaan, ik was 22, 23 toen ik dat verhaal voor van de samplers schreef, dus dat overlapt dan een beetje. En dat ik echt met het boek aan de slag ging was ik 24. Maar ik denk dat ik, want het boek heeft 3 delen. Waarbij dus het laatste deel betrekking of gaat over dus mijn ziekteproces van mijn moeder en haar overlijden. En ik denk die eerste 2 delen die zaten al heel lang in mijn hoofd van dat wordt ongeveer het verhaal. En eigenlijk terwijl ik met het boek bezig was, of de aanzetten daartoe, overleed mijn moeder. Dus de opzet van het boek veranderde nog enigszins dus door dat wat er zich zeg maar vertrok in mijn leven. Ja. Want dat gebeurde dus ook wel toen ik ietsje later was, ouder was. Mm-hmm. Maar ja, dat het ongeveer over die periode zou gaan, zat wel al langer in mijn hoofd. Ja. Je moest dus eigenlijk weer een soort van in retro perspectief jezelf inleven in je jongere zelf. Ja. Hoe ging dat zich makkelijk af? Lijkt mij dat je het soort van achteraf gaat invullen met de kennis en de wijsheid die je dan nu hebt. Precies, ja. Ik zit na te denken. Ik heb het niet per se lastiger gevonden. Of althans, ik vond het wel moeilijk om dat hoofdstuk op de middelbare school te schrijven. Dat ook eigenlijk gewoon minst het goede hoofdstuk. Maar, of het slechtste hoofdstuk, hoe je het ook formuleert. Maar, dat had denk ik, dat had misschien niet zoveel te maken met inleven in je oudere zelf. Maar meer dat ik toen bij het laatste hoofdstuk, toen ik 17 was, bij de middelbare school aanbelandde. En je dan eigenlijk in zo'n breed domein weer terechtkomt van... de middelbare school is zo'n wereld die op zichzelf staat. Ik vond het moeilijk om daar soms elementen uit te pikken. En het raakt inderdaad ook wel aan een soort puberversie van mij, waarvan je ook weer niet weet hoe diep je terug moet gaan. Ja. Dus ja, maar ik denk dat het is... ik heb er hiervoor nog niet zo over nagedacht, maar ik denk wel dat ik het hele boek met één bepaalde blik heb geschreven. Dus het is niet dat ik echt... dan weer over filosofie of over Russisch, dat ik in... ik denk dat ik me gewoon de feitelijke gebeurtenissen probeerde te herinneren en daar dan een grappig verhaal over probeerde te schrijven. En niet een enorme... waar mensen het vaak met schrijvers over hebben, dat ze zich verplaatsen in een rol. Zo is het proces niet helemaal. Nee. Oké, duidelijk. Ja. Je volgende boek. Ja. Ja. Heb jij enig idee? Iets over voetbal hoorde ik. Ja, klopt. Dat is in ieder geval het idee dat ik heb. Ik denk dat het opnieuw
wel enigszins autobiografisch. Nou, dat wordt het sowieso. Maar misschien ietsje minder. Dit is wel heel erg dicht tegen de realiteit aangeschreven, zeg maar. Ik zou dat iets meer willen loslaten. En ik heb ik heb altijd heel veel gevoetbald en ook professioneel willen voetballen. En ook heel lang als meisje tussen de jongens gevoetbald. En ik zou het ontzettend leuk vinden om en iets te schrijven. Ook gewoon heel erg over sport en ambitie. En misschien ook een soort eenzaamheid die daarbij komt kijken. Maar ook natuurlijk heb ik me op een bepaalde manier gevoeld als meisje of tussen die jongens. Dat zal op een bepaalde manier ook wel aan bod komen. Maar ik zit nog een beetje. Nou, ik ben er sowieso nog niet echt mee bezig. Maar voor zover ik over nadenk, weet ik ook nog niet helemaal of ik het. Of het helemaal een volwassene boek wordt. Of dat het voor net iets jonger publiek. Yeah. Dat lijkt me ook heel erg tof. Mm-hmm. Maar ik lees natuurlijk al heel lang geen kinderboeken of young adult boeken meer. Dus ik weet niet of dit nou echt iets is of dat het een soort fantasie is, dat het helemaal niet reëel is dat ik zoiets zou doen. Maar het wordt het een boek dat wij op de literatuurafdeling zouden leggen of op de sportafdeling? Wel echt de bedoeling literatuur, okay. Op zich, ja. Ja. Of een soort, ja, nee, ik zou het, ja, nee, literatuur, boven sport. Ja, okay. Nou, dan was dat wel zo'n beetje voor vandaag. Nou, heel erg bedankt. Ja, heel graag gedaan.